Yo, 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 welkom bij een nieuwe pompsessie. Upper body. Vier bijna. Oké, voor vandaag. 100 push-ups, 100 table rows. Dus je hebt je tafel nodig om aan te hangen. Heb je nou geen stevig genoeg tafel, dan kun je altijd met je dumbbell single arm rows maken. Ja, dan maak je 100 met rechts en 100 met links. Dus dan ben je iets langer bezig waarschijnlijk. Maar goed, zoek waarschijnlijk iedereen heeft wel een eettafel waar je aan kan hangen eventueel. Wij hebben hem even zo gefabriceerd. Dus je mag zelf weten hoe je de reps opbreekt. Dus het zijn 100 table rows en 100 push-ups. Wij gaan 10 rondjes van 10 doen. Je mag ook 5 rondjes van 20 doen. 1 rondje van 100-100. Dat je een beetje voorbereid bent voor Murf. Hè? Dat kan ook. Dus doe het gewoon lekker in jouw stijl. Het is ook niet dat je ons hoeft te volgen, maar wij doen gewoon lekker met jullie mee. Dus je kan ons tempo aanhouden. We zullen niet als een hele snelle bridge voting van start gaan. Gewoon lekker van kilo. Er zit ook geen tempo aan de oefeningen. Het enige wat je wel gewoon moet doen is de oefeningen goed uitvoeren, maar dat is logisch hè. Dus bij de push-up is dat gewoon met je box naar de grond. Heupen blijven van de grond. Liever van een box. Of van een bankje of van een tafel of iets. Dat je hem zo doet. Dan dat je van je knieën half gaat sneken. Ja, dus probeer een verhoging te vinden waar je hem eventueel voor kan doen. De table rows. Dus Chantal die doet de table rows bijvoorbeeld. Gaat eronder liggen. Andere grip. Box wil je proberen naar de tafel te brengen als het lukt. Juist, en laat je zakken. Niet helemaal zo door laten zakken. Hou enigszins je schouders wel naar achter getrokken. Dus hou die spanning daarbij je lats en je bovenrug. Yes? Oké, wij gaan 10 keer 10 doen. Chantal start bij de table rows. Ik start bij de push-ups. Hebben we nog een muziekje of iets? Ja. We gaan nog even muziekje regelen, mensen. Zorg dat je zelf ook even muziekje pakt of aanzet als je dat leuk vindt. En dan gaan we knallen. Push en pull. Mark gaat zonder schoenen. Ik ga zonder schoenen. Extra minder gewicht. Of iets. Maar ja. Dat is bij een pull-up. Oké, DJ. Ja. Goeie wifi. Oké, nou weet je wat? Voor degene die. Laten we even de armen loszwaaien, hè? Warming-upje. Oh ja, warming-up zijn we vergeten. Dit is de warming-up, mensen. Kom. Even die armen losdraaien. Twee armen naar voren. En als je nou dit niet thuis wilt doen, kan je ook bij ons hier buiten komen doen? Precies. Oké, ik heb hem. Achter. Zet me alvast aan. Ja. Oké, van binnen naar buiten. Dat is een fantastische no copyright. Yes. Hoog naar laag. Oké, zijn we warm hè? Yes, ready to go. Dus kies je optie hè. Wij gaan voor 10 rondes, 10 push-ups, 10 table rows. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik kan je zo goed bewegen, hè? Oh ja. Oké, switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Nee, hoor ik. Wat? Die twee uit elkaar, ik raak de box. Dat is wat. Oké. Gaan we verder naar de 20. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18, 19, 20. Gelijk door, let's go. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Naar de 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Kies je optie, hè? Wacht van een verhoging. Vijftig. Let's go, gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Over de helft, jongens. Gaan we naar het 70. Klaar liggen. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. Woe. Lekker. Begin nou te verzuren. Weer zware push-ups of... Oké, gaan we naar 80 alweer. Let's go, guys. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alright. Als je verzuurd raakt, probeer gewoon iets makkelijker, hè, van de box of zo, van de tafel. Alright, let's go. We proberen om die 10 elke keer een broken uit te voeren. Nog 20 te gaan. Dus als je iets langer rust nodig hebt, rust gewoon iets langer uit. Schud even die schouders los. Of ga van je bank de push-ups maken. Oké, klaar liggen. Laatste 20. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké. Oké, laatste 10. 10-10. En dan zijn we klaar. Kom aan, even door. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laatste 10 rows voor mij. Zo zie je maar mensen, in 10 minuten tijd kun je gewoon een lekkere workout hebben gaan. Volgende week weer, zorg dat je naar buiten komt, naar de Zoomlessen. Trainingen zijn gewoon begonnen, zijn al lang begonnen, maar we missen jullie, dus kom. Geen excuses meer, gewoon komen. Tot snel.